Bij grootschalige en complexe incidenten die interregionaal of op landelijke schaal aangepakt moeten worden, willen we zo efficiënt en effectief mogelijk handelen. Bij deze incidenten is het belangrijk dat logistiek en ondersteuning goed georganiseerd zijn, zodat we tijdig beschikken over de juiste mensen en middelen. Daarom is er nu de landelijke visie logistiek en ondersteuning. Deze visie zorgt ervoor dat we met 25 regio's slimmer samenwerken en geeft richting aan de wijze waarop logistiek en ondersteuning georganiseerd wordt. We pakken de volgende logistieke behoeften aan. We zetten een landelijke databank op met informatie over logistieke middelen. We zorgen voor mobiele wifi-opstelpunten en satellietverbindingen, zodat communicatie- en informatieverbindingen bij uitval van het mobiele netwerk gegarandeerd zijn. We maken landelijke afspraken voor het vliegen met drones, zodat we deze in mogen zetten bij incidentbestrijding. We standaardiseren de coördinatie op logistiek. Op basis van de risico's bij grootschalig optreden zetten we een landelijke logistieke organisatie op. Om elkaar sneller te bereiken voor onder andere het delen van kennis en ervaringen, zetten we een landelijk netwerk op. We gaan de bestaande overeenkomsten slimmer en efficiënter organiseren. We verzamelen en analyseren data en informatie over logistiek, zodat bij grootschalige en complexe inzetten de brandweer optimaal haar werk kan doen. Zo gebruiken we de kennis uit het veld en bundelen onze krachten.